In deze video bespreek ik een paar verwachte kandidaten waarvan er inmiddels al twee bevestigd lijken te zijn. Het land van volgend seizoen is wederom een land dat al voorbij gekomen is. En is dit het allerlaatste seizoen van Rick de regisseur? Hey alle, hopelijk gaat het goed met ieder en hebben jullie een fijne zomer tot dusver. Laatst deelde ik deze korte video met de melding dat de opnames van seizoen 24 zijn begonnen. En inmiddels zijn deze afgelopen en hebben we al heel wat nieuws te bespreken. Er zijn wat verschillende speculaties over verwachte kandidaten. Sanmol op het wieisdemol.com forum heeft een paar feeds geplaatst waarin die lijkt te weten van een paar BN'ers dat deze meedoen. En verder lijkt hij ook te weten wat het opnameland is van aankomend seizoen. Er zijn tot dusver 6 namen genoemd. Die van Justin Moyer, aka drag queen Jenny Jacquet, denk ik. Jenny Jacquet, zo spreek ik het uit. Die van wetenschapster Anna Jim Brere. Illustrator Jip van den Toorn. Actrice... Zo, jongens. Oh, gaat lekker. Actrice Tooske Ragas. En acteur Jeroen Spitsenberger. En dan tot slot heeft hij laatst nog toegevoegd... Hoe heet hij nou? Artiest Soar. Bewijs is dan natuurlijk een beetje de vraag. Waar haalt hij dit vandaan? Die kan hij natuurlijk niet geven, omdat de crew ook meeleest op het forum. Echter bevestigen andere toppenloten op hetzelfde forum na gesprek met Sanmol dat Sanmol gelijk heeft over het land, plus al enkele opgenoemde verwachte kandidaten. En nu is de vraag, wat vind jij? Zijn dit de kandidaten die wel eens in Wie is de Mol zouden kunnen komen? Zijn niet heel bekend en daarom denk ik dat het best wel goede namen kunnen zijn voor het nieuwe seizoen. Dan nu ook nog even het land van seizoen 24. Sanmol bevestigt namelijk dat het land Mexico zou moeten zijn. Maar dan denk je natuurlijk, voor de wat oudere kijkers, seizoen 8 was ook het land Mexico. Er zijn hier ook heel veel theorieën op over het forum. Zo zegt één iemand dat het kan zijn dat Rick, de regisseur, bijna aan zijn laatste seizoen zit. Dus dat hij bijna het stokje gaat overgeven aan iemand anders. En dat hij daarom wat oude landen, dat hij daar wat herinneringen wil opdoen. En het is natuurlijk ook heel erg makkelijk om in dezelfde landen op te nemen. Want dan weet je al een beetje van waar kan je opnemen, mag het van het land. Want filmen kan natuurlijk ook niet overal. Dus dat is al best wel knap natuurlijk. En laten we natuurlijk ook eerlijk zijn. Een land als Mexico is natuurlijk tof om nog een keer mee te maken. Het is natuurlijk ook al vrij lang geleden dat we het land hebben gezien. Al meer dan 10 jaar geleden. Verder ook nog even iets opvallends over een van de verwachte kandidaten. Namelijk over drag queen Jenny Jacquet. Ik heb een paar bronnetjes natuurlijk. En ik heb een paar mensen die mij ermee helpen. Eén iemand heeft gevraagd aan andere drag queens. Die wel eens met drag queen Jenny Jacquet hebben gewerkt samen. Die heeft gevraagd of zij op vakantie ging of niet. En daar is een heel raar gesprek uitgekomen. Ze zou namelijk meedoen aan een drag race in het buitenland. Heeft ze bevestigd aan andere drag queens. Maar uiteindelijk is die drag race niet doorgegaan. Want ze heeft er ook al een keer mee aan meegedaan. Dus het zou zomaar een slechte smoes kunnen zijn dat ze toch echt meedoet aan Wie is de Mol. En dat zou ik best wel... is best een statement voor Wie is de Mol natuurlijk. Wie is de Mol houdt van een grote community. Dus dat is echt tof natuurlijk. Verder qua verwachte kandidaten zou het heel erg goed kunnen dat Tooske Ragas meedoet. Zij was op een vriendinnenvakantie. Een beetje tijdens de opnamedatums. De opnameperiode was trouwens van 24 juni tot ongeveer 20 juli. Dus het zou zomaar kunnen. Daarom vraag ik ook aan jullie om mee te speuren naar verwachte kandidaten. Laat het vooral weten in de reacties of via mijn Instagram @wdm_pro. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en laters.